Jongeren Cleantech Regio Tinderen voor het Klimaat. Aanvullende veiligheidsmaatregelen rondom de Meenal. In een paar swipes kun je meepraten over het klimaatprobleem en duurzaam energie. In 7 Gelderse gemeenten van de Cleantech-regio kan dat nu. Wat is Cleantech? Cleantech is een regio in het midden van Nederland. En het is een samenwerksverband van overheid, ondernemers en onderwijs. De zogenoemde triple helix. En daarom staan we op dit moment ook bij Saxion in Apeldoorn. Om een onderzoek te doen onder jongeren. Hoe zij kijken tegen klimaatverandering. En de opgave die we op dit moment hebben in de regionale energiestrategie. En waarom jongeren? Ja, jongeren is toch de toekomst. Wij kunnen wel van alles bedenken in de regionale energiestrategie om aan te pakken. Maar de jongeren die hebben een frisse blik, die weten waarom ze dit moeten doen. Voor hun is klimaat en goed voor het klimaat zorgen vanzelfsprekend. Uiteindelijk doen we dit voor onze toekomst en voor de toekomst van onze jeugd. En hoe benaderen jullie jongeren? Nou, we staan hier nu bij Saxion in Apeldoorn. Dat is één ding. Nou, ik vertelde je net al over de triple helix samenwerking. Een van de O is onderwijs. Wij werken intensief samen met Saxion en met Aventis om samen de energieproblematiek op te lossen en nieuwe innovaties te bedenken. Vandaar dus dat onderwijs ontzettend belangrijk is bij ons in de regio. En swipocratie is nieuw ontwikkeld. Hoe gaat dat precies? Misschien moeten we hem dadelijk samen eens even invullen. Er zijn allerlei vragen. Hoe jij staat tegenover wat je zou kunnen doen voor het klimaat. Zoals een dikke trui aantrekken. Het was afgelopen vrijdag was het warme truiendag. Iedereen een graadje lager met de verwarming en lekker je warme trui aandoen. Minder vlees eten, minder lang douchen, minder kleding kopen. Er zijn allerlei mogelijkheden die je zelf al kan doen. Om beter voor het klimaat te zorgen. En dat vragen we ook in de swipocratie aan jongeren. Van wat zou jij nou doen om je steentje bij te dragen? Jij hebt net de swipocratie ingevuld. Hoe was dat? Op zich wel interessant. Je moet wel eens maar over al die dingen even goed nadenken en zo. Wel goed om even bij stil te staan. En wel weer vanuit andere perspectieven dit soort dingen te bekijken. Dus ja, wel interessant. En wat wordt er met de resultaten gedaan? Nou, die gaan wij sowieso openbaar maken. Maar sowieso nemen wij deze stem ook echt wel mee. Hè? Want we hebben ook een enquête onder inwoners van de Cleantech-regio gedaan. Daar hebben wij veel reactie op gehad. En wat we dus zien is dat we in het proces van de RES, het ontwikkelen en ontwerpen van de RES, vanuit denklijnen ontwerpen. Nou, die denklijnen zijn strategisch weer verder gebracht. En we hebben nu een aantal, kaarten ontwikkeld waarvan wij denken dit zijn echt kansrijke gebieden om zonne-energie en windenergie op te wekken. Wat we dus zagen is dat de uitslagen van de enquête eigenlijk één op één pasten in het onderzoek wat we hebben gedaan om die kaarten vorm te geven. Dus ik hoop dus echt dat de uitslagen van de swipocratie aansluiten bij het ontwerpproces wat we nu met de rest doen. Ja. Cleantech.swipocratie.nl En dan kan je hem invullen. Op wat glasresten na is er niets meer te zien van wat zich hier zaterdag even voor 6 uur afspeelde. 2 mannen werden in hun auto onder vuur genomen. Leden van handbalvereniging Achilles waren op weg naar Sporthal Mengpark. Ze zagen de gruwelijke nasleep van de geweldsexplosie. Nou, het heeft hier ongeveer plaatsgevonden. Heeft een auto hier in een parkeervak gestaan. En dus ook toen de eerste getuige aankwam van onze vereniging. Die zag het tafereel van een auto met een kapot glas en 2 mannen die daar lagen. Je denkt gelijk wel, je weet het is een plek wat afgelegen is. Dus je denkt wel gelijk van er is wat aan de hand. En gelijk ook wel de angst van hopelijk dat het niet iets met handbal is. Het parkeerterrein grenst aan verschillende clubs, verenigingen en een school. Maar 's avonds en in het weekend ligt het er wat verlaten bij. En klachten over de veiligheid spelen dan ook al langer. Het is een donkere plek. Er is wel verlichting al tijden geleden aangebracht en er zijn camera's. Maar het is wel een plek waar vaak mensen staan die niet iets te maken hebben met de sport.
Beheerder Acres zegt dat er wordt gewerkt aan verbetering van de situatie. We gaan inderdaad maatregelen nemen. Het camerasysteem wordt vervangen door een HD-systeem. Het is niet echt onveilig, maar het gebeurt natuurlijk altijd in zo'n omgeving. Activiteiten die zeg maar, daglicht niet kunnen verdragen. Maar het is niet zo dat het echt een structureel probleem is.